Ik ben in Spangen en je denkt misschien waarom. Ik heb zo meteen een afspraak met Broederliefde, motherfucker. Daarom. De boys hebben onlangs een EP uitgebracht, genaamd Gevoelig Feestje. En genoeg reden voor mij om in de auto te springen en naar Spangen te rijden. Maar als je Rotjoch kent, dan weet je dat ik niet van standaard interviews hou. Ik heb een pesthekel daaraan, man. Don't like it. Ik heb de boys van Panna Knockout uitgenodigd. En die gaan het zo meteen opnemen in een voetbalwedstrijd tegen Broederliefde. En nee, ik ga niet spelen, motherfucker. Ik weet wat je denkt. Ik kan niet voetballen, ik ga niet spelen. Mm-mm. Kijk of ze ook skills hebben buiten het rappen om, man. Je weet zelf hoe we het doen. Rotjoch, man. Als je nog niet weet wie Broederliefde is, dan heb je waarschijnlijk onder een steen geleefd het afgelopen jaar. Ems, Jer, Mella en Shaf scoorden internethits met video's als Maluku, Labanta en natuurlijk onze 101 Boys productie Zero. Naast muziek maken delen de boys een grote passie: voetbal. En aangezien ze altijd een grote mond hebben over hoe goed ze wel niet zijn, ga ik dat vandaag even testen. Wat veel mensen niet weten, is dat een paar van jullie hebben op hoog niveau gevoetbald. Klopt, klopt. Vertel. In de verleden tijd heb ik bij FC Dordrecht gevoetbald. En deze twee gasten ook. Ja, ik heb met Boefi bij FC Utrecht gespeeld 3 jaar lang. En jij? Ik heb het helaas niet zo ver geschopt. Maar wel gevoetbald, wel gevoetbald. Wel gevoetbald, ja, maar je was toch wel een beetje buitenbeentje. Ja, ja, geen gewoon prof. Nee. Waarom praat ik hier met rappers en niet met profvoetballers? Wat is gebeurd? En het is niet, het gaat niet eens om talent of dat mist of ontbreekt. Maar gewoon disciplinaire redenen, je weet toch? Veel afleiding in de buurt en dat soort dingen. Het is gelopen hoe het is gelopen en nu zijn we er ook trots op. Je weet toch, Broederliefde, we hebben dit gewoon. Maar de voetbalskills zijn er nog steeds? Ja, tuurlijk. Ja, 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 kijk, met het zelfvertrouwen zit het dus wel goed. En dat zal nodig zijn, want vandaag gaan de jongens het moeten opnemen tegen het officiële Panna Knockout team. We gaan tot de 5 spelen. Als je een panna krijgt, moet je uit het veld en daarna mag je pas weer het veld in als één van beide teams scoort. Ik dacht dat er binnen 30 seconden een goal zou vallen, maar ja, vooralsnog is er nog eigenlijk niet te veel aan de hand. Nog steeds voor Broederliefde, maar we komen eraan, we komen eraan. Hé hey, jongens, even een time-out, man. Hebben jullie geen spijt, man? Ik kijk hier naar een paar potentiële multimiljonairs gewoon, man. Ja, veel mensen zeggen dat ook tegen ons in het dagelijks leven. Dat we genoeg kwaliteit hebben om te voetballen, maar ja. Kans is niet voor iedereen weggelegd, toch? Dus focus is wel muziek. Labanta stilletjes wel een best wel grote hit aan het worden. Ja, zeker. Jullie EP Gevoelig Feestje. Wat ik me afvroeg, er staan 12 focus op. Waarom is het een EP? Waarom is het niet gewoon een album? Ja, het is een uit de hand gelopen EP, laat me zo zeggen. Het was niet de bedoeling dat er 12 tracks op zouden komen, maar het is eenmaal zo gelopen. Kom op man, we staan achter. Ik heb jullie niet zomaar gekozen. Hoi papa, nog eruit. Ik heb net een panna gekregen, maar ik dacht dat het een vrije trap was, je toch? Je mag er weer in, man. Maar het staat 4-4. Oké, jullie hebben het gezien, man. Broederliefde heeft gewonnen met 5-4. Ik had het niet verwacht. Ja. Maar met shout-out naar de boys van Panna Knockout. Ja, zeker, man. Weet je? Braaf, man. Ik kijk naar 101 Bas. Ik ben Rotjoch op je beeldscherm, baby. Dit doen we, man. Easy. Hey.